Ik zie twee toppers vanuit Defensie, de bevelhebber en de korpschef. Heren, de jaarrede van de president is zojuist gehouden. Kolonel, hoe heeft u vanuit het leger gekeken naar deze jaarrede? Dus we hebben vanuit de Defensieorganisatie ook bijgedragen aan de totstandkoming van de begroting. En als Defensieorganisatie gaan we het op dezelfde koers door. Om als fundamentele orgaan te helpen aan de veiligheid van het land. Bent u tevreden met misschien het budget dat voor Defensie beschikbaar wordt gesteld en voor u als bevelhebber voor de manschappen? Kijk, we moeten rekening houden met de realiteit. We hebben eigenlijk meer nodig. Maar afhankelijk van wat beschikbaar is, daar gaan we mee moeten werken. Maar de strategie is dat we gezamenlijk optrekken. Daarom ziet u vaak dat wij als veiligheidsentiteiten steeds bij elkaar komen en samen optrekken. Door het clusteren kom je dan ook beter tot uiting als het gaat om veiligheid. De president gaf aan, het leger is weer lekker stabiel, klopt dat? Kunnen we zeggen, maar we vragen dat aan de samenleving om ons te beoordelen. Dat is ook de beoordeling van de president geweest. Dank u wel, kolonel. We staan hier met de korpschef, hoofdcommissaris Brian Isaacs. Commissaris, als ik het goed heb, is het uw eerste jaarrede die u volgt in de hoedanigheid als korpschef? Dat klopt, dat is mijn eerste jaarrede inderdaad, die ik heb gevolgd. Wat kunt u ons vertellen, hoe is dat verlopen? Nou, zeer indrukwekkend met een natuurlijk positieve vooruitzichten. Die zijn benoemd, maar ook een terugblik van de macro-economie. Waar we staan als land en wat de vooruitzichten zijn. Als het om uw korps aangaat, heeft u zaken gehoord die belovend zijn? Natuurlijk, en de commitment is uitgesproken omtrent verdere investeringen in het korps. Maar ook heel belangrijk, de president. Staatshoofd zijn waardering uitgesproken aan de medewerkers van het Korps Politie Suriname, maar ook de overige veiligheidsdiensten voor het waarborgen van de veiligheid van de Republiek. U bent al enkele maanden korpschef. Kunt u al praten van een deel van uw beleid dat u zou willen gerealiseerd zien dat het al gebeurt? Nou, zeer zeker. Het vraagstuk van een capaciteitsversterking. Daarin wordt zwaar aangetrokken en daaraan worden de nodige inspanningen gepleegd. En dat ziet er goed uit. We werken aan onze capaciteitsversterking. Succes, korpschef. Many thanks.